Dit weekend staat misschien wel de meest beruchte race aller tijden op het programma. En ik heb het hier natuurlijk over het stratencircuit van Monaco, Monte Carlo. En ik zal je heel eerlijk bekennen, het is een circuit waar ik een haat-liefdeverhouding mee heb. Want weet je, wanneer je eenmaal in een flow zit en super gefocust bent, dan is het een prachtig circuit om te rijden. Wanneer het niet gaat, dan gaat het niet. En één ding wat daar heel erg belangrijk bij is, is natuurlijk de setup. Je wil een setup hebben die stabiel is. Je wil een setup hebben waarmee jij overweg kan. En je wil vooral een setup hebben waarmee je uit de barrière blijft. En ik denk dat ik er eentje heb gevonden. En we gaan dat vandaag checken in de Mercedes van Lewis Hamilton. Welkom op het circuit Monte Carlo in Monaco. En dit is toch wel een baan waarbij ik regelmatig 's nachts badend in het zweet wakker word. Want ik zal je heel eerlijk vertellen, dit is voor mij de moeilijkste race van het seizoen. Het is natuurlijk het meest bekende straatcircuit. Dat denk ik voor iedereen wel duidelijk. Bijzonder technisch. Een foutje zit in een klein hoekje. En wanneer je dat foutje maakt, er is daar meteen de barrière om je op te vangen. Wat in veel gevallen al gelijk einde race betekent. Ik denk dat dit een race gaat zijn waarbij ik mij nog nooit zo weinig heb horen praten. Dat is omdat dit volledige concentratie eist. En dat is dan ook zeker wat we gaan doen. We racen dus in de auto van Lewis Hamilton. Nog de zwarte livery die ze hadden natuurlijk het afgelopen jaar. En ik ben benieuwd vanaf welke plaats we gaan beginnen. Want de kwalificatieplek is hier ontzettend belangrijk. In Monaco gaat het eigenlijk om welke plek je kwalificeert. Want inhalen is hier vrijwel onmogelijk. En daarom is ook over het algemeen, zeggen ze dan ook, dat zaterdag in Monaco belangrijker is dan de race op zondag. Want het is, zoals ik al zei, bijzonder moeilijk om mensen in te halen. En dan zijn we bij de setup aangekomen. En deze setup is van de simracingsetup.com. En het belangrijke aan de setup is dat die gewoon erg stabiel is hier op dit circuit. Want het is een lastig circuit. Stabiel. Maar natuurlijk ook genoeg draairuimte om die scherpe bochten door te komen, door die langzame bochten door te komen. Maar ook om niet gelijk al je banden op te fikken. En wanneer we dan kijken naar aero, heb ik gewoon de maximale aero die er mogelijk is. 11-11. Je zou nog een tandje van de frontwing kunnen halen, mocht dat beter bij je rijstijl liggen. Ik houd op 11-11. Transmission 550-550. Dit zorgt gewoon voor maximale tractie. Wanneer je uit de bocht komt, zonder je banden dus in zijn geheel op te fikken. Suspension min 2.7 bij de front camber, min 1.5 bij de rear camber, front toe 0.08 en rear toe 0.29. Kijken we naar suspension, front suspension 2, rear suspension 3, front anti-roll bar 5 en de rear anti-roll bar 2. De ride height zetten we op 3 en 6, omdat er toch ook nog aardig wat bumps in de weg zitten en die wil je uiteraard uit de weg gaan. Brake pressure, 97% brake pressure en 56% front brake bias. En hier hebben de tire pressures 21.8 voor en 21.9 achter. En dit is wat hoger dan vorig jaar, maar dat kan in F1 2021. Met deze setup gaan we het doen. Gaan we vanaf de vierde plaats. Hopen op een goede start. Oh, een hele goede start zelfs. Wel een hoop wheelspin. Kleine touché met Bottas. Maar we blijven ervoor. Toch ook wel heel even wennen. Auto's met volle tanks. Terwijl ik hiervoor alleen time trial heb gedaan. En natuurlijk een kwalificatie setup is. Hier volledig insturen, maximaal. Gelijk naar links. Hier bij een van de lastigste bochten. We beginnen met remmen bij de 100 meter. Ik denk dat de Perez die kunnen achterhalen. En Bottas blijft ook aandringen.
Zondag belooft het in ieder geval een aardige race te worden, want er is regen voorspeld. Wat natuurlijk voor een gigantische gamechanger kan gaan zorgen. Ik zou over het algemeen zeggen dat Charles Leclerc de beste papieren heeft om hier iets neer te gaan zetten in Monaco. Maar we weten allemaal de Monaco-curse die heeft. Kijk, en zoals ik al zei, het is erg lastig inhalen. En vooral op dit gedeelte mis ik gewoon een heleboel. En Bottas blijft toch vlak achter mij, hoor. Good job. That was the fastest lap of the race so far. We hadden snelste tijd neergezet, maar niet dichter bij Perez gekomen. Niet echt althans. En wat ik zeg, Monaco vereist volle bak concentratie. Je wil niet een klein stukje van je aero afbreken. Want dan kan je net zo goed meteen de pits ingaan. En ik rij hier nogal laf. Maar dat is omdat ik in de voorgaande races daar toch wel redelijk vaak eraf ben gegaan. We hebben in ieder geval DRS. Vooral in time trials zit een gigantische bochtencombinatie. Oh, daar raken we een klein beetje de wand. Maar geen grote issues. Een beetje onderstuur hier. Proberen in het kielzog te blijven van Perez. Mogelijk kunnen we een aanval openen nog. Maar dit is toch elke keer het stuk waarbij die redelijk wegloopt bij ons. Wat een beetje killing is voor onze enige inhaalmogelijkheid. Wat hier, natuurlijk hier opkomen start-finish is. Wel weer een DRS. Dat gaat ook voor mij achter liggen. This is your final lap. Final lap of the race. Oh, net te diep. Veel te diep trouwens, niet net. Hier remmen bij dat witte gedeelte in de barrière. Volledige stuuromslag dus. Het laatste beetje wat we nog in de batterij hebben knijpen nu eruit. En ik ga hier altijd diep, want als je de apex probeert te pakken van de eerste, raak je vrijwel altijd met je achterwiel de wand, waarbij je meteen scheef staat. Dat was een sprintrace Monaco. We zijn twee posities opgeschoven, maar oh, wat is dit hard werken zeg. En dit waren pas vijf rondes. Aanstaande zondag rijden we natuurlijk de 100% race.
Wil je daar aan meedoen? We hebben nog een aantal plekken beschikbaar. Dus meld je dan aan via Discord. De link staat hieronder in de beschrijving. En dit was mijn race van Monaco, jongens. Ik wens jullie in ieder geval heel veel plezier dit weekend bij de race. Laten we hopen dat Max Verstappen op potten kan breken. Ik vermoed over het algemeen dat Charles Leclerc de snelste zijn hier. Maar we hebben natuurlijk te maken met zijn curse. We hebben natuurlijk te maken met veranderende weersomstandigheden. Dus er is altijd wel een mogelijkheid. Dat heeft Verstappen in ieder geval tot op heden laten zien. En laten we dan ook hopen dat hij dit weekend weer beter brengen. Een rampstart van het seizoen. Maar hij staat op dit moment eerste in de rankings. En laten we hopen dat het zo blijft. En laten we ook hopen dat het spannend blijft. En laten we ook hopen dat Mercedes nog iets meer de aansluiting gaat vinden dan wat we tot nu toe hebben gezien. Voor nu, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Ik wens jullie een hele fijne race en een fijn weekend. Ciao. Sergio Perez takes the position of points leader.